je jouais déjà au FIFA 2003, moi, en fait, sur PC. Mijn eerste FIFA, dacht ik, was FIFA 06. Toen ik klein was, heb ik FIFA 2000 gespeeld. Dat is denk ik de eerste die ik ooit heb gespeeld. En ik herinner mij nog dat dat toen mijn mannetjes waren die vierkantig waren. En ja, een heel groot verschil met nu. Ja, manier van spelen was ook helemaal anders. Was ook veel makkelijker. Nu is dat veel meer realistisch. Ik speel online altijd, dus ik speel altijd tegen onbekende mensen. Of het gebeurt dat ik ook eens tegen vrienden speel. En dat is wel altijd plezant. Ik speel vaker met vrienden of alleen. Dat is nog toffer als je een paar vrienden thuis hebt en dan spelen wij samen en doen we toernooitjes. Dat is heel tof. Als ik online speel, gebeurt het vaak dat ik in de laatste minuut nog een goal tegenkrijg. Ik speel het ook al heel lang. Ik speel het ook heel vaak. Dus ik ben zenuwachtiger voor zo'n match dan voor een echte match. Omdat ik echt wil winnen. Ik vind dat moeilijker verdedigen is. En ook, ja, het is meer realistischer. Ik denk dat de spelers ook sterker zijn als vorig jaar. En, ja, het is moeilijker te manipuleren en het maakt het realistisch. Het verdedigen is ook weer moeilijker, dus het wordt elk jaar moeilijker en realistischer. Il est beaucoup plus dur, il faut faire beaucoup plus de passes, parce que pour dribbler c'est beaucoup plus difficile, pour accélérer, les duels sont mieux aussi dans FIFA 16.